We beginnen de voorbeschouwing op Heracles Almelo met Kolbeinn Sigthorsson. De spits luisterde maandag zijn rentree bij Jong Ajax op met een doelpunt, maar zal zondag nog niet bij de wedstrijdselectie zitten. En dat duel komt ook nog te vroeg voor Gregory van der Wiel. De rechtsback zal maandag eerst minuten maken tegen Jong Heracles Almelo. De Boer was na afloop van Ajax-PSV helder. Die wedstrijd moet de maatstaf zijn. Ebesilio speelde mee in die topper en is het eens met de woorden van zijn trainer. Nou, ik denk dat het vrij duidelijk is als je ook naar de ranglijst kijkt en je weet van waar je bent gekomen. Dan is er maar eigenlijk één ding dat je moet doen. Is dat zorgen dat je zoals tegen PSV gaat spelen. En ja, het is natuurlijk wel Heracles van een ander kaliber, maar ja, ze zitten toch in een goede flow. Krijgen de bekerfinale tegen PSV, dus ja, ze zullen ook deze wedstrijd weer willen winnen. De laatste 11 edities die jullie speelden tegen Heracles, hebben jullie een doelgemiddelde van meer dan 3 per wedstrijd. Als je de statistieken bekijkt, dan belooft dat wat zondag. Als je een spel ziet, dan belooft dat ook wat natuurlijk. En ja, naar die oude statistieken hoef ik niet echt op te letten. Ik bedoel, je kan nog zulke mooie statistieken hebben en die wedstrijd gewoon verliezen, maar daar gaan we niet van uit. Jullie hebben van de week gevoetgolfd in plaats van getraind. Zijn dat uitjes die ook misschien een beetje helpen bij de teambuilding of is dat psychologie van de koude grond? Nou, ik denk dat sommige jongens het wel even lekker vinden. En, het is iets dat de trainer al langer in gedacht had. Maar ja, ik bedoel, als het kaart loopt te regenen, dan sta je niet te springen om te gaan voetgolven. En, ja, we hadden het weer mee, dus dat was een mooie gelegenheid om het op die dag te houden. Door al die blessures en schorsingen ontbrak het af en toe wel eens aan automatisme. Heb je het gevoel dat dat er steeds meer in begint te komen? Nou, vorig jaar hadden we eigenlijk precies hetzelfde. Dat we eigenlijk aan het eind van het seizoen toch wel een stukje beter gingen spelen. En, ja, misschien voor bepaalde spelers dat ze weer op een beetje op vertrouwde positie terechtkomen. Misschien dat ermee te maken heeft, maar... ja, het doet ook wel wat met je als je van PSV wint en je ziet dat je wedstrijden wint en de concurrentie verliest. Dus dat is ook iets dat je sterker maakt. We hebben er altijd in geloofd. Vorig jaar zijn we ook afgeschreven en ja, misschien zullen er mensen zijn die ons nog steeds afschrijven. Want ik bedoel, er zijn nog een aantal wedstrijden te gaan. Maar ja, we hebben er volle vertrouwen in en we leven nu uit naar Heracles en zorgen dat we die wedstrijd winnen en dan kijken we weer verder.